Ik ga hem er even uithalen. En dit is ook binnengekomen, maar dat heeft even een verhaal. Ja, Roze Dipdoek, wat is het over geluid hier om ons heen? Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Het is vandaag woensdag 13 december en we gaan de dag weer beleven met alleen Rosa. Net een stofzuiger weer door het huis gehaald. Even de achterdeur opengezet, want het blijft hier maar naar haché ruiken. Beetje zurige geur en ik had even zoiets van, nou ik wacht even met de verwarming aanzetten. Doe eventjes het huis een beetje doorluchten en dan hebben we ook weer een beetje frisse luft hier zo. Want iedere keer als ik hier binnenkom denk ik, ik ruik nog steeds haché. Dat is wel, het ruikt heel lekker als je het aan het maken bent. Maar je hoeft het niet de dagen daarna nog per se te ruiken in huis. Vind ik niet nodig. Het is net een soort van koumet die ook voor eeuwig blijft ruiken in je huis. Maar goed, we hebben even de achterdeur open. Dus ik wacht heel even met Rosa op de grond leggen. Die doe ik zo meteen. Maar we hebben ook wat meer tijd tussen nu, zeg maar, en op de grond en eten en dat soort dingen. Want we hoeven de kinderen niet uit school te halen. Dus dat scheelt echt heel erg enorm in het dagprogramma voor Rosa. Want dan kan ze gewoon langer op de grond. Dan kan ze wat chiller, wat later eten, zeg maar. Kunnen we wat rustiger met Yuki buiten lopen. Nou, alles is in wat rustiger tempo. Als we met z'n tweetjes zijn. Dat is wel fijn. Dus, deur open. De lucht verversen hier. En dan zie ik jullie later weer, denk ik, als de lucht ververst is. Nee hoor, misschien vast wel eerder. Er zijn een aantal pakketjes binnengekomen. Ja, dit is hem. Dit is de doos. Yuki denkt weer dat er wat voor Yuki in zit. Ik ga hem er even uithalen. En dan gaan we kijken hoe die eruit ziet. Nou, zo ziet hij eruit. Hij heeft ook allemaal nog tapejes op zich. Nou, moet ik even kijken hoe ver hij zit met... Eén hand is dat niet heel handig, dus dat ga ik eventjes allemaal doen. Dat is een scangedeelte. Wow. Dit is het gedeelte wat ook nog allemaal los moet. Dat ga ik eventjes doen, dan ga ik de gebruiksaanwijzing pakken. Want er zit ook een hele hoop inktflesjes zitten erbij. Het is zo'n printer met een tank. Dus dan kan je met flesjes zeg maar de inktpatronen vullen. Super handig. Ja, ik had altijd met inkt, maar het was zo duur altijd om iets te printen. En dit schijnt gewoon een stuk goedkoper te zijn. Nou, we gaan hem eventjes helemaal prepareren. Nou, ik heb net hier onder, ik heb nu alles in moeten drukken en zo, de printerkoppen erin gedaan. Die zaten hierin. Maar het staat allemaal stap voor stap uitgelegd, mocht je deze ook kopen, in het boekje. We zijn nu bij de stap dat het netsnoer aangesloten moet worden. Dus dit heb ik nu allemaal gedaan. Nou, ik zou, als ik jullie was, als je kijkt en je wil ook zo'n printer, zou ik echt even het stappenplan volgen. Ik ga nu dus sluit het netsnoer aan, dat ga ik dus nu doen. Dus ik ga even een beetje ruimte maken, knutsels van de kinderen aan de kant. En dan gaan we hem eventjes op het stroom doen. Aan de zijkant gaat deze er dus in. En dan stekken in een stopcontact. En dan gaan we kijken wat we nu moeten doen. Druk op de aanknopje, ja. Die zit hier. Oeh. In dit volgende scherm weergegeven wordt druk op de language selection. Oh, kijk hier. Hier staan allemaal dingetjes. Daar moeten we zo eventjes alles in gaan stellen. Inkt gieten. Oh, dat moeten we ook nog doen. We moeten inkt gaan gieten. Nou, we gaan het even doen. Nou. Kijk, we hebben nu language selection. Dan kunnen we Duits, Frans, Italiano, Nederlands. En druk op OK. Instellen op Nederlands. En dan zeggen we ja. Zijn de inktkwartjes gevuld? Nee. Oké. Okay. Dus die moeten we nu gaan vullen. Dan moet het open. Dus openen. Open het tankklepje aan de linkerkant van de printer. Oh, je ziet het hier vullen. Dat is echt wel heel leuk. Herhaal de stappen 2 tot en met 7 voor alle inkt in te denken. Oké, nou gaan we even doen. Oké, het is wel één flesje per tank. Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik er te veel in doe. Oh, dat is fijn. Nou, blauw is dus klaar. Ook gewoon leeg nu. En weer. Dopje erop. Gaan we voor, ja, hoe noem je dat? Cyaan of zo, hè? Deze. Dat is de M. En als je dus niet zeker weet, hierboven staat dus ook een M. Hier staat ook een M op. Want de laatste is dan de 51 I. Nou,
kan niet misgaan, hè? Twee tegelijk kan zelfs. Maar goed. Inmiddels zijn we bij de stap printer zoeken in de app. Want ik moest een app installeren op mijn telefoon. Omdat het op normaal papier is waarschijnlijk. Ziet het er zo vaag uit. Heel vaag, maar wel netjes geprint. Dat wel. Ik heb een beetje een vaag achtergrond. Het zal vast een instelling zijn en zal ook aan het papier liggen. Maar ja, leuk. En dit is ook binnengekomen, maar dat heeft even een verhaal. We willen weer met de kerst gourmetten. Mijn nichtje vindt dat heel erg leuk om te doen. En we hebben het al heel erg lang niet gedaan. Ik heb een hele oude pan hier staan. En nou, met Agnes, de moeder van de kinderen, er ook over gehad. Je hebt tegenwoordig van die hele leuke, ieder heeft zijn eigen bakplaat dingetjes en zo. Nou goed, bij de bol.com waren ze best wel aan de prijs. Van 70, 80 euro, misschien nog wat duurder. Maar allemaal heel top en leuk en mooi. Toen kreeg ik een linkje van vakantieveilingen. Toen ben ik niet heel handig geweest. Want ik heb niet van tevoren gegoogeld wat die waard is. En ik ben eigenlijk misschien net even iets boven de prijs gegaan dan dat die waard is. Ja. Want er komen natuurlijk nog verzendkosten bij. En nog afhandelingskosten van vakantieveilingen. Dus eigenlijk heb ik hem net iets boven budget. Heb ik hem, of boven budget. Boven de prijs heb ik hem gekocht. Ik had hem wel gewonnen meteen. Dat is eergisteren gebeurd en hij is er nu al. Maar we gaan hem even uitpakken. Ik laat jullie zien hoe die eruit ziet. En nou, ik hoop dat we er gewoon heel erg van gaan genieten. En dan is hij het meer dan waard. Maar het is dus de Swiss Pro. Ja, het is echt even pakketjesdag vandaag. Sorry. De printer was natuurlijk kapot. Die had ik dus bij vakantieveilingen gewonnen. Dus het is eventjes uitpakken van pakketjes. Ik ga het even allemaal op tafel zetten. En dan kunnen jullie mooi zien hoe die eruit ziet. Maar wacht, er zit zelfs een verlengsnoer bij. En van die houten spateltjes. En dit is een plastic bordje. Nou, we gaan het even beleven. Dan heb ik hier een, ik weet het nog niet wat het is. Dan heb ik hier snoertjes. En ze hebben ook allemaal hun eigen kleurtje. Dus je weet ook welke persoon je uit de stekkerdoos haalt, denk ik dan. Maar we gaan eventjes kijken wat eronder zit. En dan ben ik zo weer terug. Kijk, dit zijn de bakplaatjes. Niet super groot, maar als je met een gourmetpan gourmet, dan heb je ook niet veel meer dan zo'n stukje natuurlijk. En het is de bedoeling dat je langzaam eet natuurlijk. Je hebt vier van die plaatjes. Ieder heeft zijn eigen kleur. Hier zit dus dat verlengsnoer zit er dus in. Via de randen. Ik ga het nu even niet allemaal aansluiten. Maar via de randen doe je dus de stekker erin. Ze zijn individueel aan en uit te zetten. Maar ook de stekker eruit halen natuurlijk. Dit plaatje is niet om op te bakken. Maar is gewoon om dingetjes op te leggen. Die je misschien wil bakken of zo. Spateltjes. Ik denk dat het wel heel erg leuk is. En ik heb het nu zonder het plastic heb ik hem weer terug in de doos gedaan. Nou, dat bergt ook lekker op. Want zo kan hij dan mooi op zolder. Voor de feestdagen. Ja, toch? Nou, ineens worden de ramen gelappen. Ik wilde net met Rosa haar handjes gaan omtrekken. Ja, Rosa, dit doek, wat is het allemaal voor geluid hier om ons heen? Maar ik had al papier klaargelegd. We moeten even haar handje een aantal keer omtrekken. Want ik heb een leuk idee. Ja, yeah. Superleuk idee. We gaan kerstbomen maken met onze handen, Rosa. Rosa denkt ook, wat een raar geluid. De hele tijd watergeluid tegen de ramen. Daarom die kant ook. Dus Rosa is eventjes aan het bedenken wat ze nou allemaal hoort. Vingertjes een beetje zo. Zo, hè. Worden jouw handen kerstbomen? Dat is gek. Dat zien jullie niet heel goed, denk ik. Maar we hebben handjes van Rosa hier erop. En dan heb ik een hele stapel groen. En dan ga ik er een heleboel van uitknippen. En dan moet jij ze gaan verven. Ik weet niet of we dat vandaag gaan redden. Want we moeten ook zo even met Yuki naar buiten. Het is net even mooi droog. Dus we gaan even eerst Yuki uitlaten. En dan bomen maken, denk ik. Of anders komt dat morgen. Als we het vandaag niet meer redden, dan komt dat morgen. Nou, dat was heel veel. Eventjes heen en weer lopen, doen, Yuki uitlaten. Ik heb dit nog niet uitgeknipt, dus dat moet ik nog doen. Ga ik morgen met Rosa dan het verven. Ik ga haar nu even op de grond leggen nog. Ik kan ze nog even op de grond spelen. En dan ga ik ondertussen handen knippen.
Ja, en ons eten warm maken. Want we eten hetzelfde als gisteren. We hadden gisteren macaroni. En daar heb ik gewoon zoveel nog van over dat we vandaag het nog een keer kunnen eten. We eten met z'n drietjes, Steven, mijn nichtje en ik. Nou, kunnen we makkelijk nog even van eten. Dus dat is makkelijk. Eerst Rosa nog even lekker op de grond. En als ik haar nu weer laat verven, dan moet ze nog te veel doen nu. Mijn batterij staat te knipperen. Oh jee, ik moet snel praten. Maar ja, nee, ik ga niet nu vandaag nu met de verven. Het is veel makkelijker als ik het morgen doe. Ik kan het drogen en dan kan het volgende week. Oh, ze kan ook logeren. Dan kan ze ook nog verven. We hebben nog tijd voor de kerst. En ineens is het 's avonds laat. En heb ik Yuki uitgelaten. En ben ik bijna vergeten de vlog af te sluiten. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Op de abonneerknop voor nog meer vlogs, shoplogs en andere soort video's. Slaap lekker voor straks. En kijk je dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!